Ze konden hun geluk niet op toen deze mannen in 2010 de prestigieuze Hein Roethoff-prijs wonnen. Ze hebben het project gestart en succesvol gemaakt. Volgens de gemeente en de burgemeester erg succesvol. Waar tonnen aan schade is voorkomen ten aanzien van de jaren daarvoor. Nu, 3 jaar later, zijn ze bijna allemaal afgehaakt. Het project bestaat voor hen niet meer. De reden hiervoor is het vertrek van Hans Razenberg. Hij is wijkagent en de drijvende kracht achter het project. Ja, wat er precies aan de hand is, dat weet ik niet. Ik weet wel dat Hans Razenberg niet meer betrokken is bij het project. En wij zonder enige vorm van communicatie... die man van het toneel is verdwenen. We hebben, al die jaren hebben we met burgemeester, met korpschef en Fred Teven is bij ons geweest. Andere politici zijn bij ons geweest toen het echt een beetje een booming was. Maar daarna hebben we echt nooit iets gehoord. Dus ik weet niet wat de reden is, eerlijk gezegd. Wijkagent Hans Razenberg zit al lange tijd thuis en mag niet met Omroep West praten. En naar verluid mag hij zelfs niet meer in de wijk komen. Degenen die weten wat er speelt, de politie en de gemeente, willen niet het hele verhaal vertellen. Ik weet niet precies hoe dat in elkaar zit. Ze noemen namen en ik zou het heel ongepast vinden als ik daar nu zomaar, terwijl ik dat net hoor, daarop in te gaan. Volgens bronnen is geld de oorzaak van het conflict. Maar de vrijwilligers ontkennen dat dit het geval is. Ondanks dat het niet helemaal duidelijk is wat er nu precies speelt, betekent het wel dat er in Eskamp dit jaar met Oud en Nieuw zo'n 200 tot 300 rolmodellen minder op straat rond zullen lopen.